Maar hier is niet ingebroken, dus hier valt niks op. Behalve dan dat ik zwarte handschoenen aan heb en een... Nee, dit gaan we niet doen. Dit gaan we niet doen. Meneer, ik ben weg. Ah! Ik ben gehoord, ik ben gehoord, ik ben gehoord, ik ben gehoord. Ik ben gehoord, we moeten weg. Oh jongens, ik raak in paniek. Waar was de uitgang? Oei, het is Boy QC. En we zijn er weer. Als je denkt van, yo, wat voor een leuk achtergronddeuntje heb je gezet. Dit is niet van de editor of zo. Dit hoort bij het spel. Jongens, wij gaan vandaag Thief Simulator spelen. Een spel wat al een tijdje bestaat, maar voor mij is het nieuw. En ja, je bent dus een dief en je moet gaan inbreken. Je hoort een brakka boy. En ik hoor een paar mensen van jullie denken van, hé, hier heb je toch ervaring mee? Nee jongens, ik was misschien een straatschoffie, maar ik heb nog nooit bij iemand ingebroken. Ik zou dat ook nooit doen. Mensen werken hard voor hun dingen. Gewoon niet doen. Dat gaan we niet doen. Wat we wel gaan doen is dit spel spelen. Oké. Okay. Oh shit, we zijn al gelijk op een missie. Oh, ik zie al een koevoet liggen. Ja, ja, ik ben scherp. Hey, it's me, Vinny. Pick up that crowbar and listen up. We got a lot of ground to cover. Oké, okay. Ik wil niet klinken als een professioneel, maar ik zou dit niet gecommuniceerd hebben over de telefoon. Dit zou ik al niet gedaan hebben. Het is gelukkig een spel. Goed het in de bek. Deze man blijft bellen. Godsamme zeg. Ja, wat is er? Knock over that house for me. Oh, natuurlijk. Oh, the last one. Ja, oké, okay, dit huis dus. Dankjewel dat je even alles over de telefoon vertelt, Vinny. Lul. Oh, hieronder zie ik zeg maar mijn geluidsmeter en of ik gezien word. Oké, okay, we moeten de crowbar pakken. Nee. Ah. Er staat nog drop. En toch moest ik even drukken van, wat gebeurt er bij drop? Dan laat je hem vallen. Oh, kijk, dan kunnen we hem neerzetten. Oh shit, het gaat al beginnen. Ja, nog meer geluid, lul. Oké, hoe kan ik sneaken? Hoe kan ik sneaken? Oké. Oh, dat is ook wel handig. Kijk, dan kunnen we zo kijken van, is er iemand thuis? Hallo? Oh shit, daar staat iemand. Nee, die heeft me gezien, denk ik. Mevrouw, niks aan de hand. Kom alleen, wil je huis leeghalen. Oké, loop door. Waarom kijk je naar buiten? Heb je geen tv binnen of zo? En dan komen we zo achter. Oh, deze. Gaat ze weg? Gaat ze... Nee, ze is er nog. Oké, ze loopt weg. Ze loopt weg. Hi! Dit was close. Oké. Wat is er? Wat... Nee! Alsof ze mij heeft gezien. Rot op. Oké. Je ziet ze me niet. Ah! Zo. Dit is een Thief Simulator. Dit is toch geen horrorspel? Ik schrik mezelf de Jan Pleuris, man. Ja, ik zou ook wel helemaal geen goede dief zijn. Ik zou te snel schrikken. Oké, maar hoe kom ik hier? Zitten. Hij heeft me niet gezien. Oh, Vinny, hou op. Hou op met bellen, lul. Hey, some dope left a flashlight on the ground. Take it, but don't let nobody see the light and call the cops. Okay, we hebben de flashlight. Dit is onze missie. Flashlight stelen. Oh. Shit. Als ik dit breek, dan gaan ze dit toch horen. Lockpick level 4. Welke lockpick? Ik heb alleen een koevoet. Oké, we gaan het gewoon proberen. Oké, jongens. Besef, we hebben nu al meer gedaan dan 95% van de rap scene. Oh man, waarom ben ik zo? Oh, we zijn binnen. Ja, ik kan die flashlight wel pakken, maar ik vertrouw het niet. Deze kunnen we... Hold E. Oké, jongens, dit is spannend. Deur groot. Oh, dicht! Ja, natuurlijk. Broodrooster. Had het al willen hebben. $15. Wordt gepakt, zit ik een jaar vast. Voor die $15, maar goed. Kunnen we deze ook meenemen? Oh, de pan kunnen we meenemen. Maar kom op. Ik wil niet alleen de pan. Ik wil heel dit ding meenemen. Come on, man. Hallo, zit hierin? Ik ben toch bang dat ineens iemand eraan komt. Oké. Allemaal laadjes voor niks geopend. Vinny. Ik zet mijn zak maar. Dit is niet het moment. Dit is niet... Time to bail, man. Get in the car. Don't let nobody see you with that crowbar. Kom op, man. Kun je dan even schoenen meenemen of... Oh shit, we moeten weg. Oké, gewoon normaal lopen. Oh nee, trespassing. Meneer, ik kom gewoon toevallig hier vandaan. Oh, ik moet ook niet rennen, dat valt te veel op. Meneer, ga nou niet controleren. Sla je tanden eruit. Oh shit. Nee, niet uitstappen. Erin. Oh, de deur gaat automatisch dicht. Is dit een Tesla of zo? Oh, ja, hij ziet mijn gezicht. Laat me naar beneden kijken. Niks aan de hand, meneer.
Oh, hier kan ik de spullen in doen. Hartstikke mooi. Oh shit. Hey meneer, je hebt niks gezien hè? We gaan richting huis. Met onze broodrooster, 15 euro en een pan. Al die risico voor die shit. Wat is het voor schooien, man? Oh shit. Hey, we hebben wel een A gekregen. Dat betekent dat we op een Bracca level zitten, man. Ik word wel moe van die finish. Good job, man. This just might work. Go get some sleep and we'll pick this up in the morning. Oh ja, toch? Gaan we slapen. No. Ja, man. Hallo, heb ik nu al geslapen? Oh jee. Man, ik kan niet eens eventjes wakker worden, even de douche pakken, mijn ballen krabbelen en finish belt alweer. Check the computer. There's a few things I need to tell you. Oh shit. Moet wel zeggen, voor het huis waar we in zitten, hebben we wel een verdomd mooie Mac computer en een laptop. Maar we slapen wel op de bank. Dat noemen we prioriteit. Moet ik op die computer? Oké. Here you can buy secrets. Mm-hmm. Hot tips on what's where, who's guarding it, ja. Who leaves the door unlocked, whatever. Oh, ja, schetsen. Right. Maar we hebben waarschijnlijk nu een nieuwe huis gekregen. Kan Fini niet gewoon naar ons toe komen? Go hawk your loot at the pawn shop first. You'll need empty pockets at Greenview 109. Ja, precies. Dankjewel. Nog meer vertellen via de telefoon. We gaan naar de pawn shop. Dat hoeven we dus niet te doen om door helemaal te heen te rijden. Vind ik een dikke prima. Welcome back. Welcome back. Oh ja, shit. Tering. Product zit nog in mijn auto, sorry. De deur gaat wel automatisch dicht, maar vanaf hier kan hij niet open. Mooi verhaal, pik. Nee, die gaan we niet wegdoen, de crowbar. Wel de old toaster, saus en de... Nou, die flashlight ook niet. Oh jongens, we hebben echt geen buit gemaakt. We hebben echt slechte buit gemaakt. Krijg maar $3 voor de toaster. En $8 voor de pan. Oh. It's ja, Vinnie. Greenview 109. Get me that oh, hij heeft een tv nodig. Ja. Nou, als je niet op, als je me nog zo vaak belt, dan breng ik hem wel hier naartoe. Breng die telefoon ook gelijk, breng ik van je af. Bracca boys, in de building, en op de building, binnen 1 minuut. Daar is mijn huis. Of in ieder geval, huis van de slachtoffer. Maar je wilt je auto ook niet te dichtbij zetten, maar ook niet te ver. Maar ook wel op een locatie waarvan je denkt, ja, dit is goed. Ja, dit is wel heel opvallend. Maar goed, we hebben straks een vluchtroute nodig. We gaan hem wel eventjes zo parkeren, dat we gelijk weg kunnen blazen. Ik weet niet waarom ik die net in de doos heb gedaan. Oké, daar gaan we weer. Oh ja, hier kunnen we hem openmaken, maar dat hoor je toch. Vraag me ook wel waarom ik zachter ga praten, terwijl ik hier ben. Dat gaat toch automatisch? Hoor je? Oh, hier zouden we in kunnen verstoppen. Dat is ook mooi. Valt totaal niet op, dan gaan ze niet kijken. Sorry, komen we uw huis renoveren? Oh jongens, het wordt weer spannend. Oh, daar staat de tv. Oh, wat schijnt die licht op mij hier. Laat me eens rustig kijken of er iemand is. Hallo? Shit, we hebben deze tv nodig. Oh shit. Oké. Vuilniszak nog wat waard? Niks waard. Oh, sleutel. Oh shit. Hey, weet je wat we gaan doen? Eerst de tv even hier neerzetten. Kom op, mag ik de tv niet terugzetten? Waarom mag ik hem niet terugzetten? Ik heb hier van naar buiten gegooid. Oh, kijk. Daarom zoeken we alles. We moeten niet alleen hebben van die roestige tv. Kijk eens. Pan, ik wil ketchup. Waarom mag ik geen ketchup meenemen? Ik ben ook een klant, ik wil ook ketchup. Vertrouw toch niet hier, het is ook al licht geworden. Oh, dit is niet goed. Niks aan de hand. We lopen gewoon met de tv. Die moest ik ophalen voor reparatie. Oh shit, nee. Waar lopen de mensen al zo vroeg over straat? Wil je niks te doen of zo? Maar ja, tuurlijk. Die deur zit weer vast. Tering. Zit waarschijnlijk achterin. Oké, het zit erin. Langzaam dicht doen. We hebben geen haast. We hebben niks gedaan. Ja, toch niks aan de hand. Morgen! Buurman! Hallo! B? Bah! Niemand heeft me gezien, niemand heeft me gehoord. Ik heb nog wat extra dingen meegenomen. Ja, Vinnie. You got my screen. Go to Black Bay. Oh, bro, deze man is op commanderen. Vinnie kan de tyfus krijgen. Dacht je daarvan? We gaan gewoon eerst kijken hoeveel we voor die tv kunnen krijgen bij de Palm Shop. De tyfus met je. Welcome back. Oh, wacht. Moet ik wel eerst mijn tv laten zien. Kijk wat ik hier heb. Oh, we kunnen wel $30 krijgen voor deze tv.
Maar toch twijfel ik over die tv. Misschien kunnen we meer krijgen op die Black Bay. 30 vind ik toch nog een beetje weinig. Oh, $60. Oh, we hebben een goede keuze gemaakt. We hebben een hele goede keuze gemaakt. Oh shit, iemand wil me inhuren om chaos te schoppen. Oké. Wow, chaos schoppen? Schop heel dat huis aangehoord. Oké, 110. $2. Wat? Voor wat? Hij rijdt gewoon nog, toch? Ja, pas jij op met je dikke auto. Niet gek doen. Oké, we moeten naar 110. We moeten ergens hier zijn. Kom op, iemand had een tak besteld. Hey, er is niks aan. Neef, kom hier. Luister, neef. Ik had dus gewoon een koevoet bij me. Omdat er een spijker vast zit in mijn plafond. Ja toch, neef. You get me, fam. You get me. Ah, oh, bro, blijf niet te lang kijken. Ik heb je hoofd eraf. Oké. Naar 110 moeten we. Zo. Je tweelingbroer is in de war. Het gaat niet goed. Meneer, dat was geen paracetamol. Oh, man. Oh, 110 is daar. Zo, jongens. Wat een kutbuurt, man. Lijkt wel mijn buurt waar ik vroeger woonde. Dat is ook zo'n doolhof. Als je daar nooit bent geweest, kom je er nooit meer uit. Ah. Tuurlijk, zet jij even een flashlight aan. Er is nog niks aan de hand. Niks aan de hand, you know. Niks aan de hand. Tering. Het is gewoon het huis waar we een tv hebben weggehaald. Dat we kijken of we achter kunnen parkeren. Oh man, gaan we weer terug naar plaats delict. Niet slim. Maar mijn vraag is, moeten we hier nou gewoon chaos schoppen? Of moeten we gewoon inbreken en alles slopen? Denk dat het het tweede is. Waar zit een zwak hek? Waar zit een zwak hek? Dit is weer zwak hek. Oké, gaan we via de voorkant. Een goede dag. Moeten we beter een lockpicker hebben, jongens. Dit is toch wel iets waarvan ik denk, ja. Fucked up. Nou, we moeten iets breken, maar we nemen ook gelijk alles mee. Zit hier iets in? Nee, natuurlijk niet. Wacht even, voordat we gaan slaan. Waarom zou iemand $50 betalen om bij iemand in te breken om zijn fiets kapot te slaan? Like, waarom? Maar goed, een klus is een klus. Plus ik zie een mooie theepot. Oh, Vinny weer. I just heard you don't even know how to pick a lock. Go learn the basics. Ja. I'm sure you've got enough skill by now. Ja toch. Dit is wel kut, want nu gaan we naar buiten. En moeten we heel onopvallend doen. Oké. Dan maar nog een raampje kapot. Oké, nu moeten we heel onopvallend doen. Want dan staan we in iemand anders de tuin. Daar word je ook niet blij van. Maar hier is niet ingebroken, dus hier valt niks op. Behalve dan dat ik zwarte handschoenen aan heb en een... Nee, dit gaan we niet doen. Dit gaan we niet doen. Meneer, ik ben weg. Ik ben gehoord. Ik ben gehoord, we moeten weg. Oh jongens, ik raak in paniek. Waar was de uitgang? Hoe de fuck ben ik binnengekomen? Jongens, we zijn de lul. Oh jee, jongens, we moeten weg. Oh, niks aan de hand. Hallo, die gaat politie bellen. Trespass. Oh, waar staat die auto ook alweer? Helemaal achter. Jongens, we zijn de lul. We gaan vastzitten. Omdat we iemand zijn servies hebben gebroken. We moeten weg. Maar is politie onderweg? Oh. Een D. Ik voel je helemaal, man. Dit is een D waardig. Dit ging niet goed. Maar wat wel goed ging, is dat we weer thuis zijn. Dat is het mooie eraan. En jongens, dit is ook gelijk een mooie afsluiter voor de eerste episode. Vaak zijn er toch wel de andere games die we op het YouTube-kanaal gooien. Maar ik vind dit soort games ook echt leuk spelen. En het is natuurlijk QC Gaming, dus we willen lekker gamen erop. Dus laat vooral even in de comments weten of laat het weten door middel van likes of jullie dit ook tof vinden. Want ik vind het tof om te doen. En ja. Omdat jullie het ook gewoon leuk vinden. Dus bedankt voor het kijken. Ik hou van jullie. Doei!